Goedemorgen, het is inmiddels. Ik mag van Honey niet goedemorgen zeggen, omdat het eigenlijk al middag is. Maar ik zeg, ik open mijn vlog net. Ik zeg gewoon goedemorgen. Ik ben aan het lunchen met Honey. En ja, wij zitten echt heel ongezond te eten. Excuses. Cheating. Ik heb friet met champignonsaus. Dat vind ik echt lekker. En we hebben kroketjes besteld. En Honey had eigenlijk een lumpia besteld, maar je kreeg een frikandel. Dus daar zitten we nu op te wachten. En straks, over een half uurtje ongeveer, of 20 minuutjes, heb ik een afspraak bij de ortho. Want mijn buigen gaat er eindelijk uit. En daar heb ik echt zin in vandaag. Ik ben echt blij. Ik ben zo blij dat ik gewoon Honey vandaag heb getrakteerd op lunch, hè Hon? Ja, we hebben een feestje, want de buigen gaat eruit. Nou, ik wil eigenlijk heel erg huilen nu. Ik ben zo erg teleurgesteld. Mijn beugel zou vandaag uitgaan, had ik afgesproken. Maar hij moet er nog een maand in. Ik ben er echt niet blij mee. Maar er moet dus nog een afdruk worden gemaakt. Want ik krijg daarna nog zo'n spalkje. En dat gaan we de volgende keer doen. En ik heb zo afgesproken dat mijn beugel wel eruit gaat. Voordat ik op vakantie ga. Dus ik hoop dat dat in ieder geval lukt. Want... ik ben echt best wel chagrijnig als ik eerlijk moet zijn. Nou, alsof ik al niet als chagrijnig was. Mijn beugel is er dus niet eruit. Ik heb volgende maand een afspraak om voor een spalk. Wat gaan ze? Oh ja, ze gaan een gips erin doen. Dan gaan ze een spalkje plaatsen en een beugel gaat eruit. Over een maand. Volgens mij is dat net voordat ik en Nessie op vakantie gaan. Dus dat komt me wel weer goed uit. Maar daar was ik best wel chagrijnig om. Want ik keek hier echt heel erg lang naar uit. Toen reed ik dus met Honey naar de slager. Want ik moest nog lam halen voor Nessie. Lam was op, dus dat lukte niet echt. Toen zijn we daarna weer vertrokken. Eigenlijk wou Honey nog naar de Primark. En toen viel mijn auto uit. Want ik kreeg een melding dat mijn accu leeg was. Dus alles blokkeerde. En ik kon dus niet meer verder rijden. Dus toen ben ik aan de kant gestopt. En... toen is daarna mijn auto wel weer gestart. Toen zijn we naar de dichtbijzijnde garage gegaan. Maar die kon niks doen, want mijn motor moest eerst afkoelen. Dus ik ben nu bij Honey. Mijn motor is nu even aan het afkoelen. En daarna moet hij naar de garage. Maar ik durf niet echt weer terug te rijden naar huis. Omdat ik straks bang ben dat hij zeg maar, op de snelweg of zo uit gaat vallen. Dus daar heb ik ook niet echt veel zin in. Deze dag is niet echt een succes. Tot nu toe. We hebben ons doodgestrest, hè, Hon? Ja, man. Wat een dag. We hebben echt letterlijk niks gedaan wat vandaag moest gebeuren. Maar je hebt wel een pyjama. Ik heb een pyjama. Goedemorgen, ik ben echt net wakker. Het is vandaag zondag. Wij zouden vandaag eigenlijk gaan badmintonnen, maar dat gaat niet doen. Ik heb best wel een drukke dag. En ik word altijd een beetje slaperig na het sporten. Dus dat ga ik vandaag even niet doen. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat we elke zondag nu gaan badmintonnen. Maar echt helemaal niet. In ieder geval, wat wel de planning is vandaag, dat we even naar Primark Zoetermeer gaan. Want ik vind Primark Zoetermeer iets meer heeft dan de Primark in Alexandria. Want ik ben daar laatst geweest en ik kon daar echt niks vinden. Ik moet echt namelijk nog zomerkleren scoren, want ik ga nog twee keer op vakantie. En ja, ik vind niks meer op Zara en H&M en zo. Dus ik wil even langs de Primark. Als ik daar niks vind, dan ga ik even online shoppen. Ik weet alleen niet of ik het nog ga halen voor de eerste vakantie. Dan ik snel thuis, ga ik me even omkleden. Want we hebben een verjaardag in Zeeland. Dan moeten we even 2 uur heen rijden. Daar hebben we een barbecue. En daarna moeten we ook nog 2 uur terugrijden. Maar we zijn misschien van plan om in België te blijven slapen. Maar dat zien jullie vanzelf wel. Ik hou echt niet van mijn haar vandaag. Ik ga het zelfs echt even opnieuw fixen. I don't like it. Wij zijn inmiddels onderweg naar Zoetermeer. Ik heb een cappuccino gehaald. En we zitten zonder koffie, want ze mag geen melk. Nee, je mag wel melk. Je mag lactosevrije melk. Ja. Dat hadden ze daar niet, dus ik heb nu als enige koffie. Sorry, man. Ja. Wij gaan dus nu naar de Primark. Sorry, ik spuug. Lekker, man. Wij gaan nu naar de Primark. Kan ik nog een lunch, ontbijt, iets? Ja, ik heb eigenlijk wel trek. Wil je ervoor of daarna? Weet ik veel, ik weet het allemaal niet. Ik heb wel wat gegeten, jij niet. Nee, klopt. Maar ik kan me volhouden. Ik kan wel op koffie leven voor een uur, hoor. Kijk hoe mijn hoofd zit. Ik ga helemaal zitten. Ik heb mijn haar ook gewoon helemaal niet gedaan. We zijn inmiddels bij de Primark. Ik heb een paar dingen gevonden. En die ga ik nu even allemaal passen. En ik heb echt een superleuk haarbandje. Kijk, dit is zo cute. Ik ga dit allemaal even passen. En dan laat ik jullie straks zien wat ik heb gehaald. Oké, ik heb echt letterlijk alles gepast. En alles was gewoon...
lelijk. En dat is nog heel erg zacht uitgedrukt. Dat was echt lelijk, man. Jezus. Wij zijn inmiddels bij de Mango. Ik heb hier echt niks gevonden. Maar Esme is nu aan het passen. Ze heeft echt leuke dingetjes gevonden. Ja. Wij zijn dus bij Bagels & Bees. En ik heb een chai latte. En een broodje gerookte kip. Het ziet er echt super lekker uit. Wat heb jij? Wat heb ik eigenlijk? Iets met chutney. Ja. Chicken chutney of zo. En dit is trouwens echt super heerlijk. Echt een chicken aanrader. Chutney. Als je van kaneel houdt trouwens alleen. En ze heeft chicken chutney. En Esme is deze schoenen aan het passen. En ik heb ze net naar haar moeder gestuurd. Van kijk wat Esme wil halen. Ik ga helemaal stuk. Wat heb je gedaan? Ik was even vergeten te zeggen dat wij nu inmiddels in Alexandrium zijn. Red Bull heb van de stress en dat ik een setje heb gekocht van de Mango, maar wat totaal niet voor mijn vakantie is. Ik wil ook nog even melden voor ik naar huis ga en mijn haar is echt heel lelijk geworden. Ik ga hem zo weer even opfrissen en dan haalt deze mee over de verjaardag. That's it. Ik vind deze wimpers wel heftig, man. Tijdens het vloggen besefte ik pas hoe verschrikkelijk deze nepwimpers zijn. Wat zijn dit voor nepwimpers, man? Ik besef me dat echt nu pas hoe ernstig deze eigenlijk zijn. Hoe doe ik het aan? Nee, deze ga ik echt eraf halen hoor straks. Nou, zo erg is het niet. Nee, maar ik vind ze echt niet leuk. Even kijken in real life hoe het is. Is het wel iets minder heftig? Oh, waarom kijk je zo boos naar mij? Ja, weet niet. Ik heb alweer iets gezegd wat je eruit moet knippen. Wat heb ik gezegd dan? Oh. Maar ik kijk net in de spiegel en ik vind ze eigenlijk in real life veel minder heftig dan op beeld. Dat vind ik raar. Misschien is mijn make-up niet goed afgestemd of zo. Moet ik iets meer mijn best doen voor mijn look. Oké, genoeg geluld. Ik ben best wel chagrijnig, want ik heb niks voor vakantie kunnen scoren. Ik heb wel een heel leuk setje nu. Voor, ja, voor herfst eigenlijk. En dat is het eigenlijk ook. Ik weet nog niet goed wat ik straks aan moet doen. Dus ik moet even mijn hele kledingkast straks weer omver gooien. En ja, dat is het. Ik ben net thuis en ik ga het kattenhuisje even uitproberen voor mijn katten. Dat heb ik gekregen van de moeder van Esme. Super lief. Even kijken hoe ze het gaan vinden. Ik ben echt benieuwd. Ik ga helemaal stuk. Volgens mij hoort hij zo. Ik ga stuk. Het is zo leuk. Oh, Lira vindt hem leuk. Wat is dit nou? Oh, Lira wordt boos. En Dina, vind jij hem leuk? Vind je het leuk? Dina is boos op haar. Vind je het leuk? Ik ben me inmiddels een beetje aan het klaarmaken. Ik ben nu bezig met mijn haar. Want die zag er echt niet uit. Die wil ik echt opnieuw doen. Maar ik dacht inderdaad. Ik heb deze week echt zoveel afspraken. En mijn auto is kapot. Ik zou echt blij zijn als ik deze week al mijn auto krijg. Want ik ben er echt aan toe, man. Ik hoop echt dat ik hem deze week krijg. Ja, dat dus. Oh, en dan krijg je dit. Als je je haar iets meer met liefde behandelt. Wat een verschil, jongens. Oké, ik ben wel tevreden over mijn haar nu. En ik laat me over deze wimpers gewoon erop. Ik vind het prima. Ik ga mij nu omkleden. Ik heb aan een heel simpel topje. Volgens mij van Missguided. Ik ben mijn ketting trouwens kwijt. En daar ben ik echt heel erg van. Ik heb heel veel naar gezocht, maar ik kon hem niet vinden. En ik heb een LA Sisters rok aan. LA Sisters! LA! En ik moet mijn schoenen nog aantrekken. Je moet wel zo vervelend doen, hè. Ik ga trouwens nu ook gelijk stoppen met vloggen. Want ik ben niet van plan om daar te vloggen. Dus dan zie ik jullie eigenlijk morgen weer. Goedemorgen, het is alweer maandag vandaag. Excuses dat ik de vlog gisteren niet heb afgesloten. Maar ik was eigenlijk helemaal niet van plan om de verjaardag te vloggen. Dus ik kon het eigenlijk beter gisteren afsluiten. Maar ik dacht, ik doe het bij deze. Ik ben nu momenteel bij Dermakliniek. Want ik ga iets aan deze wallen doen.
echt beter coveren met een bril. En ik hou jullie natuurlijk op de hoogte over hoe het is gegaan en wat ik allemaal heb gedaan. Eraan. Maar ik ga even iets uitproberen vandaag en dan hou ik jullie op de hoogte. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden en ik zie jullie bij de volgende. Doei doeg!